Urbi Emanuelsson, de talentvolle puber met een fluwelen techniek in zijn linkerbeen die op 24 februari 2005 debuteerde in het eerste van Ajax. Ruim 5 jaar na dato keerde hij terug in het stadion waar het voor hem begon. Wat schiet hij ze er lekker in. Boom! In de tussenliggende jaren groeide Emanuelsson uit tot een echte Ajax-seed. Maar Urbi is meer, want sinds ruim 3 jaar is hij vader van dochter Nashaira en woont hij samen met zijn vriendin Vanity. Zijn familie is het belangrijkste in zijn leven. Als voetballer is Urbi in die 5 jaar uitgegroeid tot een van de gezichtsbepalende spelers van Ajax. In het veld, maar misschien nog wel meer buiten het veld. Altijd staat hij klaar voor medespelers, de club, supporters en bovendien draagt hij zijn steentje bij aan goede doelen. Hij wordt gewaardeerd binnen de club door de technische staf en de supporters. Maar Urbi besloot vorige week te vertrekken bij Ajax. Een keuze waar hij lange tijd over geworsteld heeft. In deze uitzending een unieke kijk in het leven van de mens en voetballer Urbi Emanuelsson. Vrij verlegen eigenlijk, een hele lieve jongen. Ja, het was echt zo'n jongen die nooit kattenkwaad uithaalde en vrij gehoorzaam. Dus ja, een hele lieve jongen eigenlijk. Urbi is gewoon een voetbaldier. Als hij eenmaal in het veld staat, dan wil hij alleen maar voetballen. Hij begon eerst gewoon ballen te schoppen door mijn huis. En ja, toen ging alles kapot en op een gegeven moment heb ik gezegd, nee, dat kan niet. We hebben van die ballonnen gekocht bij de HEMA, die pakjes, en dat blaasden we steeds voor hem op en daarmee mocht hij dan voetballen. Urbi groeide op in een warm gezin en al snel bleek dat hij verliefd was op de bal. En dus was het niet de vraag of, maar wanneer Urbi voor het eerst zijn opwachting zou maken in het A-elftal van Ajax. Dat gebeurde 5 jaar geleden tijdens een UEFA Cup wedstrijd in en tegen Auxerre. Urbi was toen 19 jaar en had de hele jeugdopleiding doorlopen. Eindelijk was het moment daar voor de Surinaamse jongen die opgroeide in de schaduw van de arena. Hij gaf wel, en dat liet hij ook zien, en ook in zijn wedstrijd in jong Ajax. En ik had hem al zien spelen, omdat ik ook regelmatig op zaterdagmiddag wel bij de jeugd ging kijken. Dat er weer een talent aankwam. Linksbenige speler die eigenlijk alle posities aan de linkerkant kan bezetten. Nou, het was weer de zoveelste talent die doorkwam. Nou ja, en gelukkig voor Ajax is hij nog steeds bij Ajax. Maar het debuut van Urbi was bepaald geen droomdebuut. Ajax werd uitgeschakeld door de Fransen en dus heeft hij dubbele gevoelens overgehouden aan die koude winteravond in Frankrijk. Ja, tuurlijk is dat een speciaal moment. Alleen ja, heb ik er niet echt een goed gevoel bij. Omdat wij, ik zag net dat ik in de 80ste minuut erin kwam met 2-1 achterstand. Een paar minuten later viel het Wiegers ook in, was ook zijn debuut geloof ik. En op het moment dat hij erin komt, wordt er vanuit de corner gescoord en dan sta je met 3-1 achter. Natuurlijk is het het prettigste voor een jonge debutant om in een wedstrijd te komen waarin het elftal draait en waarin vol vertrouwen is. Dat is altijd makkelijker voor een jonge speler om daarin mee te gaan. Ik zat natuurlijk zelf toen ook als trainer in een traject van ja, dat op een gegeven moment zegt ook je gevoel van ja, het is bijna voorbij. En dat wil je dan wel eens laten afhangen van een minder resultaat of een uitschakeling. En ja, zo gezegd, zo gebeurde het ook. Je voelde gewoon dat er wat ging gebeuren. Ja, en de dag daarna kom je op de club en de trainer stapt op. Er leek een nieuw hoofdstuk voor mij te beginnen. En het bleek dat er een heel nieuw hoofdstuk met Ajax te beginnen stond. Inmiddels is Urbi al lang de grens van 100 wedstrijden in het eerste van Ajax gepasseerd. Als hij niet hoeft te voetballen, is hij het liefst thuis bij zijn vriendin Vanity en een 3-jarige dochtertje Nashaira. We zijn nu onderweg naar huis. Ik ben net klaar met trainen. De persconferentie gaat met de kidsclub. Waarom mag iemand je wakker maken? Weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat je mij het liefst kan laten slapen. Wil je ook graag met elkaar geslagen op je boterham? Ik moet zeggen dat ik het wel lekker vind. Alleen eet ik het niet zo heel veel. Maar ik moet zeggen dat het wel
wel lekker is op je boterham. En ik denk dat jij dat ook wel lekker vindt. Kijk, er staat die kleine al voor de deur. Wat zeg je? Ben ik precies op tijd? Papa kust dan. Een jaar voor de geboorte van Nashaira leerden Vanity en Urbi elkaar kennen. Ik ken zijn neef en die was ik tegengekomen op Koninginnedag. En Urbi was daar ook bij met de hele groep, maar die had ik dus niet gezien. En de volgende dag was ik op MSN en toen sprak zijn neef tegen me gewoon vragen hoe het was gegaan en of ik het leuk had gehad op Koninginnedag. En toen kwam hij met de vraag of ik zijn neefje beter wilde leren kennen. En dat was Urbi dus. En toegevoegd op MSN en toen hebben we gesproken. En het ging heel snel eigenlijk. Hebben we afgesproken en het voelde of dat we elkaar al jaren, met elkaar jaren omgingen. Dus van het een kwam het ander eigenlijk. Eigenlijk doen we echt alles samen. Ja. 'S Ochtends brengt hij haar naar school, want het is dan richting de club. En dan 's middags halen we er samen op. Shaira is denk ik het tegenovergestelde van mij. Echt de beide handjes, ze weet wat ze wil. En kan je zelf zien ja, wat voor pareltje het is. En, wij zijn gewoon heel gelukkig met z'n drieën. Fan is weer zwanger. Dus wij krijgen een tweede erbij. Fan is in april, begin april uitgerekend. Dus het gezin wordt uitgebreid. Epiphany. E-P-I-P-H-A-N-Y. Definition 1. Als hij thuis is, dan. Dan wil hij echt thuis zijn. Hij wil niet de straat op of dat soort dingen. En helpt hij in het huishouden? Mami. Mama. Ja, soms. Hij helpt nu wel de vaatwassen uitruimen. En zijn eigen kamer opruimen. En, mami. Met Nashaira, daar helpt hij ook mee. Maar ik doe meer echt stofzuigen en koken en dat soort dingen. Okay. Kan Ruby een beetje koken? Mami. Nee, dat doe ik. Ja, dat doe jij? Ja, ik kan het echt niet. Urbi weet zelf ook dat zijn kwaliteiten niet in de keuken liggen. Maar hij is druk bezig daar verandering in aan te brengen. 1 keer per week, als dat kan, krijgt Urbi namelijk kookles van zijn moeder. Dan mag je een beetje olie erin doen. Nou, ik vond omdat ik nu ook op mezelf woon. En met mijn vriendin samen. Ik wil haar ook soms een keer kunnen verwennen en dat soort dingen. Dus ja, het hoort er gewoon bij, denk ik, als je... Als vader zijn toch wel leuk ook. Dat is hem. Van zijn moeder leert hij niet alleen koken, maar ze gaf hem ook van jongs af aan een aantal waardevolle levenslessen. In zichzelf geloven en met beide benen op grond blijven staan, wat er ook gebeurt. En ik heb ze ook altijd gezegd van ze moeten gewoon keihard werken om wat te bereiken in de maatschappij. Je krijgt niets voor niets, ik heb het ook moeten doen. Ik heb ook in Suriname 7 jaar gewerkt voor ik hier kom, ik heb nu ook 20 dienstjaren achter de rug. Hij is gewoon zichzelf gebleven. En dat waardeer ik heel erg van hem. En ik hoop dat hij ook altijd zo blijft. Oké. Doei. Doei, doei. Zijn voorzichtig, hè? Ja. Een beetje stil. Doei. Doei. Mijn moeder betekent heel veel voor mij. Mijn moeder is zeg maar degene die mij een beetje heeft gevormd tot de persoon die ik nu ben. Zij is altijd degene die op voetbalaspect zich een beetje op de achtergrond hield. Maar voor het leven daarbuiten was zij degene
die mij onder beding hield en mij informatie gaf hoe of wat, hoe ik mij moest gedragen. Doordat zowel zijn vader als zijn moeder fulltime werkten, bracht Urbi na school veel tijd door bij zijn oma. Ja, mijn oma was heel erg belangrijk voor mij. Echt belangrijk. Zij was mijn tweede moeder, zeg maar. Zij is ook wel degene, nog steeds, waar ik het een beetje voor doe. Wat ik wil bereiken in het voetbal, dat doe ik zeker nog steeds, ondanks ze er niet meer is. Dat doe ik nog steeds voor haar en ik hield gewoon ontzettend veel van mijn oma. En ze was echt heel belangrijk voor mij en ja, ik mis haar heel erg, maar ja, het hoort helemaal bij het leven en ik probeer daar met een goede manier mee om te gaan. Vlak voor haar overlijden had Urbi nog een goed gesprek met zijn oma. Nou, in dat gesprek heeft ze mij verteld hoe trots op me is. Ik speel ook met een foto van mijn oma onder mijn shirt. Het is een t-shirt met haar foto. En daar staat op haar naam. Haar initialen dan van haar naam. Met haartjes. Dat is mijn oma, always with me. En ook altijd voor de wedstrijd. Even naar boven kijken. En dan zeg je iets en dan probeer je dat je een mooie wedstrijd speelt. De ingetogen manier waarop Urbi zijn oma eert is typerend voor de voetballer. Urbi is rustig, bescheiden en vroeger zelfs een beetje verlegen. Ook typisch is dat wanneer hij maar even kan, hij zijn vrienden in zijn oude buurt weer opzoekt. Oude woningen, op één hoog. Ik woonde daar met mijn moeder. Mijn vader hebben we daar nog even gewoond. En dat is eigenlijk de plek waar ik in mijn jeugd de meeste tijden heb doorgebracht. Vanuit school met mijn neefjes en nichtjes kwamen wij altijd daar terecht bij mijn oma. En die paste dan op ons, onze ouders die aan het werk waren. Nou, gaan we daar nu richting het pleintje waar het allemaal gebeurde. Upcoming stars. Dit is dan ons pleintje waar voor mij eigenlijk mijn techniek een beetje is ontstaan. Er kwamen soms hier jongens vanuit de andere kant, vanuit Zuidoost, kwamen ze hierheen. In de zomer vooral, in de zomervakanties. En dan staat het hier helemaal vol. En dan als je verliest moet je op een van de bankjes plaats zitten, wachten op je beurt. En de winnaar die bleef altijd staan. En als dat het geval was, dan was je wel een beetje de man. Boys. Dit is een deel van de groep. Dat is mijn neefje. En die is altijd wel bij ons geweest, ondanks hij een aantal jaren jonger is. Zijn vrienden zal hij na dit seizoen minder kunnen bezoeken, want Urbi koos voor een buitenlands avontuur. En voor deze moeilijke beslissing ging hij niet over één nacht ijs, maar besprak alles met zijn familie. Een reden om te vertrekken is gewoon om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik ben nu hier al 6 seizoenen. Als je dat aanvoelt, dan vind ik dat je de keuze voor jezelf al iets makkelijker maakt. Door te weten dat je Nederland op den duur wel achter je moet gaan laten. Nou, als hij zegt dat hij bijtekent, ja, ben ik hartstikke blij voor hem en dolgelukkig en ik zal hem steunen in alles. En als hij zegt dat hij weggaat, idem dito. Het is alleen maar afhankelijk van wat er gaat komen. En daar ligt wel eens, dat is misschien nog een moeilijkere keuze dan te zeggen van ik ga weg bij Ajax. Ondanks dat Ajax de club is waar je alles hebt meegemaakt, waar je alles hebt geleerd. Ben je toch ook wel benieuwd hoe het is, hoe het er bij een andere club aan toe gaat. Het is natuurlijk heel mooi voor Urbi, dat hoort natuurlijk bij zijn carrière. En ik zal hem altijd steunen en volgen. Maar ik denk dat ik het zelf wel in het begin heel moeilijk zou hebben. Ik ben heel hecht met mijn familie, met mijn moeder, mijn vader, mijn zus en mijn broer. Lastige keuze. Persoonlijk zeg ik vind niks. Als hij nou zegt hij blijft, vind ik het prima. Als hij zegt hij gaat weg, vind ik het prima. Ik denk dat hij eerder neigt een weg gaan dan blijven. De twijfel zit er meer
of jij vindt dat jij aan toe bent om, om een andere uitdaging aan te gaan. Het is moeilijk. Het is niet zo makkelijk als iedereen denkt. Om maar lukraak te zeggen van ja, ik ga weg bij Ajax. Hij heeft het altijd goed gehad. Altijd ging het van een leien dakje. De laatste jaren is het met een paar ups en downs is het gegaan. En hij moet zijn keuze maken. Ja, we gunnen hem alles. Sowieso het beste. Dus ja, we zien wel wat er op ons afkomt in ieder geval. Alles wat hij beslist, staat de familie gewoon achter hem. Als vrouw zijnde vind ik gewoon dat je hem moet steunen en mee moet gaan. Dus ja, dat zal zeker gebeuren. Het gesprek van de trainer van net, dat heeft wel enorm geholpen, moet ik zeggen. Dus wie weet. Maar inmiddels is de keus gemaakt. Urbi vertrekt bij Ajax. En dus moeten we de laatste maanden extra genieten van deze rasvoetballer. Urbi is een, voor mij een fantastische beweger. Is een jongen die een ongelofelijke motoriek heeft. Als ik hem zie rennen, als ik hem zie schakelen, is het genot om naar te kijken. Soms dan weet ik niet eens hoeveel er staat, maar dan zit ik zo op Urbi te letten. Dan zonder door. Maar het is echt heerlijk om naar Urbi te kijken. Being brewed too hot, please double cup me. They never gave me support like Chuck T's. And I never trust a nigga saying trust me. Nick Cannon and Will never did it this ill. So you tell a house band, don't you dare interrupt me. Thanks to my mother for never giving up. You deserve the world now, go live it up. Thanks to Uncle Steve, my hero who always saved us. I could never give back everything you gave us. Every flow in every scenario, coming through the stereo. Got a new chick, booty round like the merry-go. Bitches like where yeah, they be like there you go. And this verse deserve a burial. Don't cry for me, this ain't motherfucking Mario. Yeah, and Polo isn't at my session. It's the anticipation, keeping everybody guessing like. Look at what I done, look at where I'm is. It's only just begun, cause I was staying home when they was having fun. So please don't be surprised when they announce that I won. Go. I deserve this shit. That's all I gotta say. At the top is where I stay. Until my haters never go away.